trainer Tom Simons heeft mij uh, twee van zijn grote vedetten meegegeven. Ik heb hier Cedric bij mij en ik heb Jordi bij mij. Letterlijk een grote vedette. Um, ik ga misschien met de grootste beginnen. Ja? Jordi, stel u eens voor. Uh, ik ben uh, Jordi Soenen, middenvelder bij Keiberg. En ik speel hier, uh, mijn vijfde seizoen dit jaar. En dan kom ik bij de keeper. Hey, ik ben Cedric, ik speel hier al uh, van uh, mijn jeugd en ik ben de keeper van de eerste ploeg. Ja. Wat maakt het uh, zo leuk in Keiberg, dat je hier heel je leven uh, blijft? Uh, dat is eigenlijk gewoon ik ben iemand van de buurt en uh, ik ken hier iedereen in de club eigenlijk. En eigenlijk altijd gewoon hier gebleven omdat het hier plezant is. Maar voor de rest, ja, het is hier echt heel plezant. De sfeer is goed. Het is soms is het wat minder geweest, maar ja, over het algemeen is het hier wel tof. Dus ja, uh, dus het is tof te voetballen. Hè. Ja, Jordi, dan kom ik eerst uh, terug met een mindere vraag of over een mindere periode. Vorig seizoen, dat is niet het beste seizoen van Keiberg geweest. Hè? Nee, uh, ja, inderdaad. We hadden wel tegenvallende resultaten en ze dan ook uh, een reeksje moeten, moeten zakken. Uh, ik denk dat we dit jaar een nieuwe start gaan maken. Er zijn een aantal spelers vertrokken en ook een aantal nieuwe spelers bijgekomen. Uh, dus de verjonging is ingezet en hopelijk uh, ja, gaan we daar de vruchten van plukken dit seizoen. Ja, wat verwachten jullie eigenlijk van uh, trainer Tom? Jullie hebben er al kort mee samengewerkt verleden seizoen, maar ja, nu is het eigenlijk een nieuwe start. Wat uh, denk je dat hij gaat brengen? Uh, ik denk uh, dat dat sowieso aanpassingen gaat zijn. En ja, de, de, we hebben nu twee wedstrijden gespeeld en we spelen toch voetbal. En dat is wat we afgelopen jaar altijd geprobeerd hebben, maar minder kwam. En nu leggen we daar mee, iets meer accenten op. En ik denk dat dat wel positief gaat zijn. Het is wel, ook Qua trainingen is het, is het wat anders dan we gewoon zijn de afgelopen jaren. Maar ik denk dat het wel positief gaat zijn over het algemeen. Dus uh, het komt wel goed. Ja, bij, je spreekt net van nieuwkomers. Ja, bij de nieuwkomers, daar zitten een paar mannen bij met uh, ervaring in uh, Eerste Nationale, zoals Pieter Jan van Oudenhoven. Ja, ik denk dat Keiberg wel uh, gewapend gaat zijn om uh, ja, terug mee aan kop te doen in derde. Hè? Ja, die ambitie is er zeker om, uh, om mee te doen. Maar ja, we gaan natuurlijk op voorhand geen, geen uitspraken doen als we die. Ja niet zouden kunnen waarmaken, dus we, gaan, ja, we ambiëren wel een uh, ja, top 5, zou, zou mogelijk moeten zijn. Dus uh, ja, zeker met de nieuwkomers die erbij komen zijn. Ook. Ja. Ja, hoe ziet jullie voorbereidingen er eigenlijk nog uit? Uh, wij spelen dit weekend voor de beker tegen Aarschot en dan uh, tegen derde provincialers. Dan is een match tegen de eerste provincialer. En dan de bekermatches en vierde provincialen. Maar we zijn begonnen met wedstrijden tegen twee videopromissialers, dus geleidelijk aan. En dan veel treinen tussendoor. Uh, dan, uh, een stap stage zijn we ook al geweest. Dat was heel goed voor uh, de nieuwkomers in te passen. En uh, van de band te creëren, was, uh, die, die stage was meer dan geslaagd. Ja, dat is uh, een heel sportieve stage geweest. Veel gelopen, denk ik. Uh, er is veel gelopen van club tot club, ik zal het zo zeggen. Ja. Um, nu, uh, als we dan terugkomen op uh, het seizoen, hè, het, uh, het seizoen dat uh, eraan zit te komen, uh, ja, wat hoop jij dan zelf als keeper uh, bij te brengen aan de ploeg? Uh, uh, ik heb wel wat afval de afgelopen jaren. Allee, ik sta al 12 jaar in de eerste ploeg en uh, ik denk mijn ervaring aan de jonge gasten: rust brengen in de ploeg. En uh, ja, voor de rest, mijn meerwaarde door zo weinig mogelijk golven binnen te krijgen. Hè. Dus uh, beter doen dan het afgelopen seizoen. Dus dat is minder binnen binnenkrijgen. Ja, dan ga ik u ineens uh, het laatste vraagje nog stellen. Ja, hoeveel clean sheets gaan dat dan zijn? Als dat op een heel seizoen echt kunnen zijn, dan zou ik al tevreden zijn. Dat is denk ik goed. Maar dan, ik ga wel voor meer, maar ik denk echt is goed voor te beginnen. Want we hebben een jonge ploeg. Er gaan sowieso fouten gebeuren. Dus we zullen, wel, uh, zullen daarmee beginnen. En de rest volgt wel. Ja, en dan Jordi, wat denk jij dat Keiberg gaat brengen komend jaar? Um, ik denk dat we een mooi seizoen gaan spelen met uh, attractief voetbal, of dat gaan we toch proberen. Um, de druk zal er altijd zijn en fysiek proberen we ook sterker te zijn dan de tegenstander. We zijn er ook voor aan het trainen, dus um, dat gaat zeker goed komen. Ja, en dan uh, ook een laatste vraagje voor u. Um, ja, een verdedigende middenvelder, dus die moet mee de doelpunten tegenhouden. In hoeveel gele kaarten gaat hij dat vertalen? Uh, ja, dat zullen er naar gewoonte wel een aantal zijn. Uh, maar ik ga dat toch proberen te beperken. Uh, maar ja, kijk, als het moet, dan moet dat. En dan uh, zullen die gele kaarten inderdaad zullen vallen. Uh, maar ja, we gaan, we gaan zien. Ja, ik wens jullie alvast veel succes, jongens, komend seizoen met uh, Keiberg. Dank je wel.